Elke week worden er 330.000 kinderen hier in Nederland gepest. 5.000 kinderen gaan hierdoor niet meer naar school. 7 jaar lang was ik één van die 330.000. Ik zal voor altijd achterna worden gezeten met wat die pesters hebben gedaan. Ik werd gepest omdat ik anders was. Ik gedroeg me niet zoals de pesters deden. Ik kleedde me niet zoals zij wouden. En dat lieten ze me merken door buiten te sluiten, te negeren, uit te schelden en af en toe te trappen. Ik kwam wekenlang huilend thuis, mijn ouders smekend me niet meer naar school te laten gaan. Mijn ouders konden niks doen. En dat is nog ineens het ergste. Mijn oma heeft 5 jaar lang tegen een gruwelijke ziekte gestreden, leukemie. Op een gegeven moment wisten we dat ze het niet meer zou redden. Mijn oma had een soort wenslijst gemaakt, waarin stond dat ze haar kinderen en kleinkinderen blij wou zien. Ze had hiervoor een reis naar Disneyland Parijs georganiseerd, waarvoor ik een paar dagen vrij van school mocht. De pesters zeiden dat ik blij moest zijn dat mijn oma ziek was. Want ik had geen school. De pesters zeiden dat ik niet mocht huilen om mijn oma. Want ik mocht naar Disneyland. De pesters hebben mijn jeugd afgepakt. Ik zal nooit en dan ook nooit meer hetzelfde meisje zijn dat ik vroeger was. Ieder kind verdient een veilig en plezierige jeugd. Iedere tiener verdient een veilig en plezierige middelbare schooltijd. 67% van de leerlingen vinden dat leraren slecht reageren wanneer er op school wordt gepest. Ouders staan machteloos aan de zijlijn. Dus hulp van volwassenen helpt niet. Hier ligt de taak voor ons jongeren. Wij moeten zelf het pesten stoppen. Wij moeten ingrijpen wanneer er gepest wordt. Wij moeten onze wereld een veilige wereld maken. Dus kijk om je heen en help elkaar. Ga voor de gepeste staan en spreek de pester aan. Want weet dat 5.000 kinderen niet meer naar school gaan. En dat 330.000 kinderen elke week worden gepest. Dat zijn 335.000 te veel.